Wilders wel, Spekman niet vervolgd voor Marokkanen-uitspraak. En explosieve opruimingsdienst bestaat 70 jaar. Goedemiddag, welkom bij U Vandaag. PvdA-voorzitter Hans Spekman wordt niet vervolgd voor zijn uitspraken over Marokkanen. PVV-leider Geert Wilders wel. Dat oordeelde het Openbaar Ministerie. Wilders vroeg aan zijn aanhangers in Den Haag na de verkiezingen of ze meer of minder Marokkanen wilden. En toen die minder riepen, zei hij dat hij dat zou gaan regelen. Dat leverde een storm van protest op. Hans Spekman zei jaren geleden in een interview dat Marokkanen die niet willen deugen vernederd moeten worden. Maar volgens de OM ging dat over gedrag en niet over ras. Spekman bood destijds zijn excuses aan. Geert Wilders zegt geen spijt te hebben van zijn uitspraak. Via een speciale website koopjes scoren. Het klinkt leuk, maar het nieuwe winkelen sloeg niet aan. Het project werd 3 jaar geleden in Veenendaal gestart. Al snel volgden andere gemeenten. Tevergeefs, blijkt nu. In 2011 wordt het nieuwe winkelen met veel bombarie aangekondigd. Het moet middenstanders helpen om via een website meer klanten te trekken. Maar na 3 jaar is het enthousiasme verdwenen. We waren een pilot, dus we waren als het eerste. Dus dan ontdek je allerlei fouten. Niet onverdeeld enthousiast, omdat het project uiteindelijk natuurlijk niet helemaal heeft gebracht wat wij oorspronkelijk ermee bedoeld hebben. Grootste fout zit in het feit dat niet alle ondernemers meedoen aan het idee. Kleine ondernemers zien er wel brood in, maar de grote ketens hakken allemaal af. Maar dan moet je het wel allemaal doen en dan ook er durven investeren. En ik denk dat daar het grote probleem ligt. Dat je soms moet investeren om iets te krijgen. En een tegenhang bent voor het internetwinkelen. Andere gemeenten in Nederland hebben het nieuwe winkelen inmiddels afgeschaft. Toch wil pionier Veenendaal nog niet de handdoek in de ring gooien. Omdat het project de winkeliers ook wel iets heeft opgeleverd. Ik ben van het DigiBeet-soort wat blij is dat zo'n initiatief genomen is in Veenendaal. Waardoor ik zelf ook meer heb kunnen leren en meer heb kunnen ondervinden. Ook de initiatiefnemer ziet nog wel kansen voor de website. Maar realiseert zich tegelijkertijd ook dat er nu snel aan het concept moet worden gesleuteld. Mijn product is meer dan een website. Dus ik geloof erin dat je moet innoveren om consumenten naar je winkelstad te trekken. En dat is een combinatie van vermaak, evenementen en zorgen dat je online goed vindbaar bent en de juiste informatie biedt. De ondernemers willen daarom zo snel mogelijk hulp om er wat van te maken in Veenendaal. Anders blijft het scenario van een stille dood waarschijnlijker dan dat van een succesvol initiatief. Er zal of iets aangesteld moeten worden dat ondernemers geholpen worden, wat actiever erin worden. Maar ik denk als dat niet gebeurt, dan zal het inderdaad langzaam sterven. Terwijl het een heel mooi project is. Ja, en hoeveel tijd de ondernemers het project in Veenendaal nog gunnen, is niet duidelijk. Een vastgelopen vrachtwagen in Eemdijk heeft gisteravond voor veel overlast gezorgd. De truck met 30.000 liter dieselolie kwam op de dijk in de berg terecht. Een deel van de wagen helde over de sloot. De kraan die de wagen moest takelen was te licht. Een tweede, zwaardere kraan kon de vrachtwagen uiteindelijk wel bergen. IT-bedrijf Ordina uit Nieuwegein geeft toe dat medewerkers incidenteel hebben gesjommeld met het binnenhalen van overheidsopdrachten. TV-programma Zembla beschuldigde Ordina vorige week van frauduleus handelen bij het verkrijgen van die grote opdrachten. Het IT-bedrijf komt met deze mea culpa na intern onderzoek. Er zal trouwens ook nog een officieel onderzoek naar het bedrijf uit Nieuwegein komen. Karwei in Meidrecht gaat ondanks een verbod van de gemeente toch op zondag open. Daarmee riskeert de bouwmarkt per overtreding een boete van 5.000 euro. De bouwmarkt zegt niet anders te kunnen dan het verbod van de gemeente aan hun laarzen lappen. Concurrenten in omliggende dorpen en steden zijn namelijk wel open. De gemeenteraad is vooralsnog niet van plan hun winkeltijden aan te passen. De explosieve opruimingsdienst Defensie, beter bekend als de EOD, is jarig. Dat feestje wordt vanaf vanmiddag 3 dagen lang gevierd op de thuisbasis in Soesterberg. Opgelet, 3, 2, 1. In 1944 is de EOD opgericht om niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog op te ruimen. Tegenwoordig doen ze veel meer, maar in onze provincie worden nog steeds niet ontplofte bommen gevonden. 2 jaar geleden werd het leven in Elst even stilgezet. Een paar uur lang mocht daar niemand de straat op. En dit leidde toen tot veel boze reacties van winkeliers. Maar nu zijn ze er toch wel blij mee. Ja, achteraf is makkelijk praten. Kijk, er is nou niks gebeurd.
Maar als er wel wat gebeurd was, ja, dan was je veel verder van huis geweest. Kijk, nu hoort er nooit iemand meer over. Dus de maatregelen zijn toch goed geweest. Als ze er niks aan gedaan hadden qua veiligheid voor die tijd, en er was wel wat gebeurd, dan ja, waren de gevolgen denk ik niet te overzien. Ze hebben het netjes gedaan, het is allemaal goed gelukt. Nou, dat is hier van pluim. Vanavond trouwens in onze uitzending zenden we de feestelijke bijdrage uit van het 70-jarig verjaardagsfeestje. Die gaat namelijk zo dadelijk van start. Voor de toerstart volgend jaar in Utrecht is de organisatie nog op zoek naar 2500 vrijwilligers. Die zijn hard nodig om de start van het grootste wielerevenement ter wereld geruisloos te laten verlopen. Voor 4 en 5 juli volgend jaar heeft de organisatie de volgende vacatures vakant. Medewerkers op en afbouw die zorgen voor een mooie aankleding van het parcours en dat alle hekken op hun plek worden gezet. We zoeken medewerkers transport die alles veilig van A naar B vervoeren. Ja, en de publieks- en evenementenregelaars die dus zorgen dat alle publieks- en verkeersstromen in goede banen worden geleid. En u bent hard nodig, want Utrecht verwacht zeker 600.000 bezoekers te verwelkomen voor die toerstart. Dan krijgt u van mij tot slot nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar naar het westen toe komt de zon af en toe door. De wind is matig, vanmiddag wordt hij iets krachtiger en het wordt maximaal 17 tot 18 graden. Tot zover deze uur vandaag. 5 uur zijn we met onze uitgebreide uitzending. Graag tot dan en nog een hele fijne middag.